kan het wel, dat denk je. Dames en heren, we gaan over enkele seconden gaan we beginnen. Heel even geduld. Dus we gaan aan de bak. Zijn we online al, ja, hè? Nou, dames en heren, goedemiddag vanuit de hal in, bij Le Milil. We zijn toegekomen aan de halve finales. Waarvan de eerste halve finale achter ons wordt gespeeld tussen het team van Noël Kempeniers tegen het team van Marcel van Nieuwenhuizen. Het fluitje heeft geklonken. Dus we gaan starten. Wij hebben hier voor u hier in beeld de wedstrijd tussen het team van Puk tegen het team uit Dieren. Jeroen van der Meij, Peter Benarius en Theo van der Meer, die ook de TOS hebben gewonnen en gaan beginnen. Tegen het team van Mark Noorder, Edward Vinke en Marco van Zanen. Het wordt gespeeld in een best of 3. Waarvan dit dus de eerste partij is. Het puntje wordt er vrij kort uitgegooid, wederom. Dus ik stel de camera even bij om het in beeld te krijgen. De eerste bal van de halve finale is geworpen door Theo van der Meer. En hij zit daar ietsje achter. Hier zit dan Mark Noorder om het punt over te gaan nemen. Gooit een hooglullig balletje, rolt er misschien net in. Maar volgens Edward ligt hier gewoon op punt. Gelijk al twijfel. Metertje wordt erbij gehaald. Nou, ik ben er ook weer. Dat is mooi, ik heb net een beetje uitgelegd dat wie er in de halve finale staat en wie dat het de best of 3 is. Oké, perfect. En ja, 2 ballen gespeeld. Punt overgenomen. Het zei net aan, maar wel voldoende. Door het team van Vinke. Nu aan, dit is dan Theo. Om die bal weer over te nemen. Nou, die gooit hem te hard en krult om de bal van Mark Noorder heen. Balletje weg. En gespeeld denk ik wel, zo te zien. Jeroen gaat hem schieten nu. 2 keer niet op punt, dan die bal eraf knallen. Goed hoor. Het is gewoon de uitvoering nog eventjes niet, maar de beslissing gewoon goed. Heerlijk. Ja, na eventjes overlegd hebben, besluiten ze toch om te gaan plaatsen. Ja, kan. Zie je de bal al, toch? Tegen 1. Eens kijken wat er gebeurt. Peter die gooit een heel solide bal. Mooi punt naast de buurt, maar ja, ligt natuurlijk wel helemaal vrij voor het schot. Meteen toch een kans voor Team Vinken. Eens kijken of Edward zijn vorm een beetje herpakt heeft deze middag. Ja, die is in ieder geval de eerste, zit er mooi op. We hebben in ieder geval genoeg tijd gehad om zich te herpakken. Ja. Uit te rusten, te eten. Precies. Natuurlijk een beetje gelukkig doorheen gesloft die tweede partij in de ochtendsessie. Toch is ze net aan het langste eind. Precies. We hebben daarna even dus, anderhalf à twee uur rust gehad. We spelen natuurlijk tegen een team wat al een extra partij heeft moeten spelen. Bal rolt voldoende, denk ik. Gaat op punt. Lijkt mij wel net punt, ja. Maar zo te zien vanuit onze commentaarpositie. De camera staat er ook vrij strak op. Computerman zegt nee, maar
Team Vinken zegt ja. Ja, buiten achter is niet zo'n ramp, want Edwards' bal ligt daar nog. Dit is ook ruim voldoende. Net genoeg. Nou ja, precies. Het is mooi het beleefd. Net voldoende, ruim voldoende. Bal is weg, dus. Hij ligt net ook verder dan de eerste bal van Edward, die is nog blijven hangen met dat schot. Ja, daarom. Dus dat is het belangrijkste. Peter eventjes nog dacht even goed nog te schieten omdat ze maar twee boels zouden hebben, de tegenstander. Maar de tegenstander heeft er nog drie. Ja, en besluit dus alsnog te plaatsen. Nou, is denk ik wel goed. Plaatsballetje raakt de Buut wel aan, maar gaat de verkeerde kant op. Pakt het punt wel, maar Buutje de andere kant op gegaan was, dan had je nog een... zeg maar kijken hoe goed Marco is. Tweetal punten gehad, dus ook Marco mag gelijk aan het schot. Heel solide schot, schiet de bal mooi weg. Prima schotje hoor. Hij zit er net zo'n stukje voor als Richard Kroonen. Alleen Marco schiet een stuk vlakker. Ja. Zeg maar gewoon ja, 28 keer zo vlak. Klopt, Marco die best een zwaai. Dus om zo kort goede afstand te vinden zo kort is voor hem iets moeilijker als voor een tireur die met een boog gooit. Dat is ook weer zo. Plaatsballetje, Mark Noorden tekort. Ligt nog lelijk in de weg ook. Nee, prima bal. Marco heeft daar absoluut geen moeite mee. Nee. Dondert hem gewoon lekker op punt. Ziet er heel erg makkelijk uit wat hij doet. Zo zou ik dus ook passen. Gewoon lekker makkelijk. Precies. Alles erbij gewoon. Ja. Wat is het verhaal zeg? Dat bedoel ik. Maar goed. Again. Wij zitten hier. Goed, stand 2-0 voor team Edward Vinken. Een beetje uitgegooid, wat afstand opgezocht. Andere halve finale zal ik af en toe een beetje proberen te bekijken. De stand daar is 4-0 voor het team van Kees Koogje. Tegen het team van Martin Bakker. Een beetje nu toch weer wat korter. Dus kijken of... Overigens, hoe groot schat jij de kans in, Bart, dat we toch die finale krijgen waarvan we denken dat we hem krijgen? Hoog. Ik ook. Ik denk hoog. Ik zie zeker het team van Theo en Peter en Jeroen zeker in staat een keer hier te winnen. Maar dan moeten ze echt heel goed spelen. En om dat drie wedstrijden achter elkaar te doen, dat is denk ik moeilijk. Tegen dit team. Tegen dit Edward Vinken en Marco Fasane, die maakt een erg solide indruk. Kijk, aan de andere kant, zolang Mark Noorder zo blijft zoeken naar de goede bal. Ja, kijk, Mark Noorder heeft nog een mannetje of twee de tijd, anders komt Jelle er gewoon weer in. Die moet beter geplaatst worden. Schampertje. Wel wat ruimte, maar... Kijk, je ziet het, draait het daar even niet, is de bal achterstand zomaar weer voor het andere team. Hè? Kijk, nu heeft hij hem eindelijk door. Gooit geen hoge bal meer. Nee. Rolt hem er gewoon heen. Het zag er wel goed uit. Dus zo simpel is het gewoon. Niks met moeilijke hoge gedoe in die kuilen en die dingen. Schot van Jeroen iets te kort. Ja, het moet een uniek moment zijn voor Jeroen, eigenlijk voor het eerst op zo'n hoog niveau. Of tenminste, eindresultaat van een belangrijk toernooi evenement, zoals een kampioenschap of een masters. Tweede schot is wel goed. Kwalificeren voor de masters is één ding. Dat betekent dat je goed gespeeld hebt in een hoop toernooien. Maar dat zijn toernooien, dat is geen kampioenschap, dat zijn geen masters. Ja. Voor een plek op de Europese kampioenschappen 2015. Dus we zijn bijzonder benieuwd hoe je Jeroen zich gaat houden. Ik heb er nog eens over na zitten denken onderweg hierheen. Hè. Kwalificeer je voor een WK, kan je eigenlijk niks fout doen op het WK. Maar kwalificeer je voor een EK,
zal je nog een bepaald resultaat moeten halen. Anders heb je het jaar erop geen zin. Omdat je dan geen plaats op de WK hebt. Ja, correct. Dus eigenlijk... Dat is op dit moment de correcte constatering. Ja, als je daar er goed over na... Ja, als je erover nadenkt, aan een EK hangt eigenlijk veel meer. Nou ja, plus dat de deelnemende landen gewoon beter zijn gemiddeld gezien. Precies, daarom. Nou, tweede schot van het tekort. Op wereldniveau heb je niet de kans dat je tegen Nieuw-Zeeland en dat soort landen gaat spelen. Zeg. Nee. Op een EK. Die zijn er niet. De goede landen die we missen op een EK zijn natuurlijk Thailand en... Maar ja, die Noord-Afrikaanse landen die kunnen natuurlijk boelen. Maar Madagaskar niet te vergeten. Ja, Madagaskar. Nou, laatste bal van Marco die zou nog wel wat tegen kunnen houden. Zeker ook omdat Theo linkshandig is. Kansje voor het team van Theo van der Meer om wat punten terug te pakken. Nog 3 balls in de handen. Mooie bal van Theo. Prachtig gedaan door Theo. Dat zijn alvast 2. Stand gelijk. Ze gaan brutaal de leiding overnemen, denk ik. En terecht. Ja, geen goede manner van Team Vinken. Niet goed genoeg. Ik zie 1 goede bal. Ik ben die zweterom van Marco. Ja, de tweede bal van Mark Noorden was ook goed, hè. Ja, niet die tweede bal van Mark dan, omdat hij laag ging spelen. Ik kwam er uiteindelijk bij, maar... Flink veel te lang, hè. Ik zie dat echt vaak. Het zal wel iets met de trein te maken hebben, dat er af en toe een bal veel te lang gaat. Dus bijna elke wedstrijd zitten er wel een paar van die ballen in. Het is bijna 1 bal per man ongeveer. En dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, derde punt is er ook bij. Voorsprong voor het team uit Dieren. Met captain Theo. 3-2. We spelen dus een best of 3, dus we zijn nog lang niet klaar. We zijn net begonnen. Nou, best wel, het is open nog hier. 3-2 voor het team van de Wim. Het is wel aan de andere kant. Andere kant ook even. Een pakketje. Verrassend terugkomen. Ja, mooi. Stand 4-3 voor het team in het voordeel van Team Kofi. Dus ook daar lijkt het spannend. Ja, dat is mooi. Klassieke scenario's. Even kijken wat de opening van Theo wordt. Nou. Redelijke bal, hoor. Redelijke bal. Scenario's in een best of 3 is natuurlijk de eerste partij heel spannend. En de tweede partij heel snel. Ik ben benieuwd hoe dat vandaag zich gaat ontwikkelen. Grappig van deze wedstrijd is dat allebei de ponteurs linkshandig zijn. Dan heb je een mooie vergelijking van hoe gaan ze met het veld om. Kijk, dit is natuurlijk... Nou heeft hij het door, Mark. Ja. Ziet er prima uit wat hij doet. Geeft iets minder effect mee als Theo en blijft daarom rechtdoor lopen. Ik denk het, ja. Jeroen van der Meij, typische stijl. Ja. Niet zozeer de zwaai. Die is vrij hard en duidelijk. Maar de gelaatsuitdrukkingen van Jeroen van der Meij zijn fantastisch. Geeft alleen maar aan zeg maar, hoeveel passie hij in de boel probeert te stoppen. Maar dat ziet er altijd goed uit. Tweede bal iets harder geduwd. Ja, ietsje te geforceerd op de Doné. Ja. Even de rustigheid zeg maar verrijden. Niet vlekkeloos. Klein overleg. Ja, die bal ligt er toch te ver achter, denk ik. Ik denk dat ze toch gaan besluiten om een bal dan te gaan plaatsen. Marco die komt toch wat tegen onderweg. Leek goed. Ligt opeens snel stil, heb ik het idee. Toch schieten. Ja. Ja, hij zal toch echt mee moeten gaan doen, Edward.
En alweer drie keer mis. Nou, wat mij opvalt is, of opvalt, weet ik eigenlijk niet zo, maar wat ik denk. Dus elke keer als Mark aan het zoeken is, gaat Edward gewoon minder. Ja, maar ja, dat is nou juist de kracht van een topper. Ja. Maar ook dan ja, zou het kunnen doen. De bal van Marco. Lijkt doet het wel. Ook. Ja. Ja, toch weer een kansje voor het team van de Meren om hier wat punten te maken. Ja hoor, zeker. We zijn net halverwege de Meren, maar goed. Nou, 4-1. Ook die is gewoon weg. Gewoon een prima schot. Goed gedaan. 3-1 over, dus... Mogen we inmiddels wel spreken van een grote kans. We moeten ze in ieder geval die Meren gaan winnen. Bal geplaatst van Ed, die mist alles. Het is ook debuut. Helemaal doorheen. Als hij debuut mee had genomen, was het goed geweest. Als hij iets voller op die voorzet was gelopen, was het goed geweest. Valt mij ook op dat Edward zelfs... Nu doet hij niks, die bal. Om te plaatsen. Doet hij eigenlijk nooit. Maakt niet uit wat voor terrein. Een paar weken geleden zelfs met hem over gehad. Plaats eigenlijk nooit zittend. Nu dus wel. Dat zegt wat over het terrein en dat zegt wat over de belangrijkheid van de wedstrijd. Absoluut. Maar toch wel interessant. De bal van Peter die gaat net te kort zijn, denk ik. Maar ik kan hem natuurlijk wel die richting gebruiken. Gevaar erbij is als hij hem op wil spelen, als hij hem aan de binnenkant schandt. Dat hij de buurt naar achteren brengt. Zij dus moet hem niet al te veel forceren. Maar hij rolt er ook uit. Helemaal naar buiten. Schade valt mee. Kijk, dan komt het team goed weg en daarom zie je halverwege als Edward gewoon die bal wel eraf afschiet. Dan kan je gewoon die mannen nog pakken. Ja. Nou ja, 2 punten. Hadden ze toch 1 of 2 meer moeten maken eigenlijk. Maar... Ja. Ja, zeker. De kansen die je krijgt moet je gewoon pakken. Dat hebben we ook al eerder gezien vandaag, is dat gewoon niet altijd even makkelijk is. Profiteren gaat niet zomaar. Dat is een beetje het verhaal. Goed, de stand dus 5-2 voor het team van de Meer. De andere kant is nog steeds stand 4-3. Waarbij de man bijna ten einde is. Opening weer goed van Theo. Keurige opening. Ja, is wel een terreintje voor Theo. Ja, maar dit is ook hij ligt wel heel gunstig voor Ed om te schieten in die kuil. Schot wat hem wel even zijn zelfvertrouwen terug kan geven. Want ja. En gewoon in die kuil laten vallen voor die bal, pok, raak. 2e bal van Theo, ook weer keurig. Superbal. Die zal op deze manier hier, gewoon met zijn rustige rolstijl, dit is eigenlijk het beste wat je kan doen hier. Die zal weinig foute ballen gaan gooien. Ja. Jeroen schiet ook prima, raakt veel. Zegt bijna alles. Oh. Weer een half schot. Schamper. Nou, dan wordt het langzaam spannend toch wel. Nou, spannend. Ik denk gewoon dat het team het dieren gewoon een goede kans maakt op deze manier. Ja. Ze spelen gewoon meer solide. Theo plaatst 2 goede ballen. Jeroen 2 keer raakschieten. Kom je een heel eind? Ja. Theo en Jeroen spelen allebei 70-80%. Wat Peter doet is nog even niet belangrijk, zeg maar. Dus daar is... Nee, precies. Maar goed, dit is wel
Ik heb besluit om nog een keer te schieten. Omdat Peter als enige niet zo scherp plaatst nog. Het zou fijn zijn als Mark een tandje bij kan doen. Ik liet hij net al een beetje zien. Kijk, nu... We gaan kijken of hij dat nu kan. Nu is wel gevraagd om op alle punten te gooien. Ja. Ja, als je hem nu niet op punt gooit, dan ben je de mannen weer kwijt. Ja, dan waarschijnlijk wel. En dan wordt het 6 of 7-2. Ja, dan wordt het gewoon minder leuk. Dan moet je. Komt die bal en die doet het net niet, denk ik. Gok eigenlijk van net wel, maar ik zie Edward twijfelen. Nee. Dan wordt meter. Zelfs de vierde man, Jelle, is dermate nieuwsgierig dat hij gewoon in de baan gaat staan kijken en nee schudt. Ik heb donderdag nog even gespeeld tegen Jelle op de club. Ja. En ik kan altijd kijken wat ik wil, maar Jelle die ziet het gewoon echt. Die ziet het gewoon altijd. Wie er ligt. Je hebt daar een hele scherpe blik in. Nou, maar dat kan, hè. Sommige mensen hebben gewoon daar een betere blik op. Nou, ja, toch verrassend. Jelle is ook verrast. Ja. Goed, dan gaat ons verhaal weer. Ja, voor de zoveelste keer. Klaar weer. Goed. Jeroen van der Meij ruimt die bal gewoon netjes op. Klost wel half, maar niks en al. Is niet erg zolang je balvoordeel hebt, hè? Ja. Punt weer terug naar... Sterker nog, het is veel moeilijker om een boel ervan te gooien. Eigenlijk houdt het spel wel veel fijner en mooier open mee. Precies. We gaan kijken of... Kijk, als die bal er nog had gelegen, nu van Theo, dan zat die klooster veel meer in. Ja. Mark twee superballen, dus die heeft het echt wel weer gevonden. Dat is gunstig voor het team Vinken. Kunnen ze aan de basis weer gaan werken. Oei, dat was een buikschuivertje. Dat was net even te veel van het goede. Ja, wat kies je nu voor? Die bal erachter, die nummer 3 die erachter ligt, is ook van Edward, van Team Vinken. Dus het is niet handig om nog een keer te schieten, denk ik. Waarom niet? Omdat hij anders 3 om je oren kan krijgen. Dus hebben we nog 1 bal toch? Het is 2 om 1 toch? 1 om 1. Oh maar ja, hij heeft ook een keer geplaatst natuurlijk. Kijk, ja. Die bal erachter is... Ja, precies, dan moeten ze even goed kijken. Ja, het wordt plaatsen. Dus 2 keer tegenstander. Kies je daarvoor om te plaatsen. Nou, gooit een mooie bal. Is ook niet helemaal niet verkeerd geplaatst. Ja, precies. Als je dan kiest om te plaatsen, is dit wel de meest ideale. Ja, ja, Marco heeft daar een punt in. Als je hem goed raakt, het kan helemaal fout gaan, maar hij kan ook nog heel goed klossen voor 3 of 4. Ja, ik ben benieuwd. Nou, de richting was perfect. De richting lijkt mij top. Maar net te lang. Ja, toch het goede stand van Team van der Meer verdient deze man gewonnen. 6-2. Puntje, 6-2. We kijken naar de andere kant, inmiddels 6-4 voor het team van Martin Bakker. Dus na 4-0 achterstand staan ze nu 6-4 voor tegen het team van Kees Kogier, Noël en Isa. Dus ook daar is de spanning wel volledig in de wedstrijd. Erik Telkamp zit wederom als vierde man aan de eerste kant. Kijk, dat is een missertje van Theo. Is die in ons kuiltje getrapt? Nee, een kuiltje verder. Een kuiltje verder. Gooit even tegen een schuin stukje aan. Goeie bal weer van... Een prima bal van Mark. Die heeft Mark echt wel gevonden. Daar kunnen ze op gaan bouwen. Dan zul je zien dat Edward ook weer beter gaat spelen. Ja, weet ik niet. Dan ben ik erg benieuwd. Edward, Edward met een hoop publiek en camera's en zijn kinderen langs de kant en noem maar op. Is niet de Edward die gewoon ergens een toernooi speelt vaak. Wat zei je? Ik zeg de Edward met kinderen langs de kant, camera's en ja. Een hoop publiek is niet altijd dezelfde Edward. Die gewoon ergens toernooi staat te spelen. Oké.
Ja, daar ken jij hem veel beter voor dan ik. De ene keer pakt hij het schitterend op en de andere keer... Precies, ik ken wel een paar momenten waar hij het schitterend oppakt in ieder geval. Ook maar weer zachtjes en half. Dit soort ballen helpt dan niet met dat, als je op zoek bent naar het gevoel. Hij moet rustig blijven. Hij moet gewoon even lekker op Mark bouwen, want die gaat wel een paar ballen achter elkaar goed gooien nu. Maar even accepteren dat zo'n schot ertussen zit. Punt wordt zeker overgenomen weer. Superbal. Mark is er een beetje klaar mee. Nou, Jeroen van der Meijen net een balletje gemist. Dus even kijken hoe die nu staat. Niks aan de hand. Gewoon een goed schot. Pakt hem er weer goed voor vandaan. Stand 6-2. Voor Van der Meer. Oh, terwijl aan de andere kant het team van Kees Koogje de leiding weer heeft genomen. Naar 8-6. Gaat opeens wat harder daar. Gaat vrij rap daar. Is 4 punten gemaakt door het team van Koogje blijkbaar. Een hele mooie bal van Marco ook weer. Ook in de lijn nog. We horen ook een beetje enthousiasme bij Edward en Mark vandaan komen. Terecht. Ja. Helpt ook, hè. Hey, ook nu is het schampertje aan de kant van Jeroen. Ja, Jeroen moet oppassen dat hij niet te strak gaat gooien. De valkuil waar hij heel lang in heeft gezeten. Het is gewoon een goede tireur. Je moet uitkijken dat hij niet te vlak gaat schieten. Ik ga ervan uit dat er geplaatst wordt nu. Andere optie is er eigenlijk niet, wil je de mannen nog... Nou, inderdaad. Mooie bal. Dus, niet verkeerd. Zou het kunnen doen. Lijkt mij niet punt, maar... Net niet, hoor ik Theo zeggen. Die is net iets korter dan, dat is jammer. Daar had hij net iets meer mee moeten doen. Dus kijk, als Marco hem hetzelfde plaats als de eerste, dan rolt hij gewoon overal netjes tussendoor, punt. Ja. Het ziet er naar uit dat hij daar ook voor gaat. Gaat hij ook voor. Stop tegen die bal aan. Ja, heel bijzonder dit, hè. Bijzonder balletje. Plaatst het precies tussen twee boels die er liggen zonder ze aan te raken, zo ongeveer. Ja, best kans dat het er twee zijn. Dat hij voor twee schiet, maar dat is ook geen makkelijke bal. Ze gaan eerst eens kijken of ze überhaupt nog op punt liggen. Dat is op zich ook verrassend. Ja, hij heeft hem wel iets aangeraakt natuurlijk, de puntbal. Dus, Nou ja, hij meet gewoon de tweede. Hij telt hem zelfs. Het lijkt op dat het twee zijn. Nou, dat is hier vandaan moeilijk te zien. Nou, dan moet het toch even... Ben ik toch benieuwd. Als hij hem nou weer harder dan geplaatst... Dat wordt ongetwijfeld nameten. Dat kan niet anders. Ja, het effect was goed gespeeld. Als hij hem niet had geraakt, was hij goed geweest. Maar... Ja, beter dat om weer zo hard te doorheen. Dat wordt ongetwijfeld meten nu. Een aantal andere geplaatste balls van het. Dit is beter. Inderdaad, als je die voorste bal niet aanraakt, dan is het misschien nog goed. Kijk, die twee punten zijn volgens mij al geschreven op het bord. Twee punten zijn al geschreven, ja, maar... Beetje voorbarig. Peter gaat toch nog even meten. Zou ik toch ook doen, inderdaad. Het is volgens mij close. Stand 6-4.
Wel in het voordeel van het team Theo, Peter en Jeroen. Nou, het is voor het eerst eigenlijk dat en de cirkel iets naar achteren ligt. En het buutje, ik hoop dat hij goed is. Hij is helaas niet goed. Jammer, want dan hadden we eens een keer een beetje andere situatie gekregen op dit veld. Ja, een heel ander stukje baan. Ja. Nou, misschien gaat hij het nog een keer proberen. Ja, zal ook niet goed zijn. Die zal ook geen meter zijn, denk ik maar. Nou, dit is ook wel handig dit. Dan laten ze Jelle gewoon als vierde man vermeten. Mogen ze hem zelf neerleggen. Oh, dat was... Als het goed is, mogen ze hem zelf neerleggen nu. Ja, dat gaan ze ook doen. Nou, schitterend stukje... Nieuwe petankregels, het begint een beetje op golf te lijken. Alleen ze krijgen er geen strafpunt voor. Wat deze? Ja, Mark heeft er geen moeite mee en plaatst de eerste bal weer goed. Pak deze man. We gaan de tweede camera eventjes op het spel richten nu, dat de buurt redelijk dicht bij ons ligt. Ziet u even niet de spelers... vanuit de cirkel. Ah, jawel. Oh, zien we ook nog. Allemaal tegelijk. Ja. Hapsakee. Mooi cadeautje van Jeroen. Vette souplage. Jeroen voor mij. Pool animal dieren. Mooi schot. Mark, wederom. Heb hem nu echt door. Dat zeg ik, je ziet het aan Mark, hij heeft het gewoon gevonden. Edward moet nog even meedoen. Ja, belangrijk dat hij ook mee gaat doen. Zeker op dit niveau, moet gewoon. Ja. Oeh, kort scheef. Heel raar, vreemd schot. Zonde van zijn eerste cadeau. Jeroen, nu de 3 meters toch eentje raak, eentje mis? Ja. Ja, kijk, als je hem gewoon misschiet is het nog niet zo ramp, maar hij tikt zijn eigen bal nog verder van punt af. Ja. Waardoor ze kiezen er toch voor om nog een keer te schieten. Ja, 2-2 kan prima, bal is dichtbij. Ja. Maar het is wel een wat moeilijker schot geworden nu. Hij moet raken, eigenlijk. Kijk, het eerste schot van de wedstrijd voor Peter. Valt er net naast ook. Nou, dan gaan we nu, maar dan ook nog maar ook, net. Getuigen zijn van Edward die op gaat staan. Ietsje minder druk deze mannen. Ik zal nu toch in de gaten hebben dat Mark er weer is. Hij zal misschien wat vrijer zeg maar even 2 boels kunnen gooien zometeen. Gewoon schieten voor wat ruimte. Theo's boel leek heel lang heel goed. Ik denk nou, tegenaan of net er voorbij, maar hij wijkt op het laatst toch af. Het laatste stukje wijkt hij toch behoorlijk af naar links, ja. Vreemd. En die is duidelijk te kort. Ja, dit gaat duur worden. Dit kan toch niet anders? Grote kans voor het team van Edward. Om weer terug op voorsprong te komen. Nou ja, goed, misschien gaat Peter nog een boel ervan. Hij kan nog een hoop... Stand in de anderhalve finale is naar 8-7 gegaan. Ja. In het voordeel van Kees Koogje. Tegen team Martin Bakker. Nee, ook die bal van hij Peter doet er niet echt mee. Heel vreemd. Veel te strak langs die bal gespeeld. Ja. Misschien snappen wij niet wat het plan was, maar... Rechterkant plaatsen, die bal van Theo hier aan de voorkant eventueel vrij houden om nog een schot op te gooien. Als het moet. Alles binnen die twee ballen plaatsen. Ja, precies, al alles net voorbij die voorste plaatsen. Dan doet is hij dit niet, kun je lekker naar die bal spelen. Niet er doorheen zuizen.
Is beheerst gegooid, dus telt gewoon mee. Prima boel, 2 punten. Nou, dit gaat toch duur worden, denk ik, voor de mannen Dieren. Dan zullen de pukkers blij mee zijn met deze mannen. Ook die ziet er goed uit, ja hoor. Nou, daarmee is de voorsprong geregeld. Ja. Ik ga er maar even vanuit dat Edward niet de buurt gaat meenemen of zo. Dat zou wat gek zijn. Ja, goed, het zou dan via een binnenkant van Marcus de bal moeten gebeuren of zo. Of rechtstreeks. Zo scherp geplaatst hier. Dat bedoel ik. Maar in principe gewoon een goed geplaatst punt, hè? Ja, snelheid is perfect. Dan kon hem in de buurt mee en er zijn er nog steeds 3. Misschien 4. Nu liggen er in ieder geval duidelijk 4. Kans op 5. Dan gaat de stand naar 9-6. En die is goed. Dus bijna nou, 6 goede boels. Alle 6 plaatsend, maar 6 goede boels voor het team uit Haarlem. Een van de mooiste oudste verenigingen van Nederland. Ik kom er nooit. Ik kom er zelf bijna nooit. Nee. Zes. Nog zo'n min en het is gewoon klaar. Ja, dat is duidelijk, ja. Nou, die zal net buiten die meter liggen, denk ik. We gaan de camera weer zo opstellen dat u weer volop mee kunt genieten. Dus we kijken toch voor alle zekerheid even of hij buiten de meter ligt. Nou, dat ligt hij. Dus de mannen kan een aanvang nemen. Ook die ligt weer perfect ervoor. Nou ja, prima balletje. Mooie opening. Dat is niet erg. Goed, de eerste weer een blijver van Jeroen. Alleen deze keer gaan bal en buut verhuizen mee. Zal Jeroen even moeten accepteren. Je moet gewoon blij zijn dat hij raak schiet. Ja. Was wel weer een karo, maar de buurt gaat uit. Ja, kijk, vorige mannen begon hij ook met een karo, hè? Ja, hij is al 3 mannen, als de eerste bal raak. Maar hij krijgt wel 5 punten tegen. Ja, nou ja, het gaat bij meer zeg maar omdat hij de eerste raakt en de tweede mist. Al 3 mannen lang. Als hij de tweede ook gewoon raakt, dan wordt het nooit zo'n man. Klopt. Nee, dat iets te kort kan gebeuren. Bal van Theo te hard. Ondanks dat hij de buurt raakt, is hij toch nog te hard. Nu roepen ze maatjes allee, moeten ze het doen. Ze moeten eigenlijk even naar hem toe lopen. Maar Theo stapt gelukkig zelf uit de cirkel. Eventjes herpakken. Heel voorzichtig gegooid ook door Theo. De tweede doet hij wel. Nog steeds te lang. Steeds te lang. Ik denk dat Mark die wel aan kan. Nou, dat is toch een hele andere manier dan dat we voorheen allemaal gezien hebben. Ja, maar je ziet het, hè. Het is zo belangrijk hoe die ponteurs gewoon openen allebei. Nu heeft Mark het weer even te pakken. Nou, maken we in de punten. In het begin van de partij had Theo het te pakken. Dan maken we in de punten. Nou, dat is wel weer apart. Nu laten beide ponteurs het eigenlijk een beetje afweten. Ja, dus krijgen we eindelijk een wedstrijd, waar je zegt. Ja, goed, er is in ieder geval een evenwicht aan het begin van de man. Ja. Even ben kijken. Ik benieuwd hoe dit verder gaat. Dan gaat het er nu om welke milieu het meest stabiel is. Met plaatsen. Dat is. Ja, dan krijgen we zo meteen ook een Edward te zien die raken moet. Waarschijnlijk. Die remt opeens weer behoorlijk af, die bal. Terwijl die toen niet slecht gegooid was.
Nou, zeg het maar. Ja, je kan hem best een keer schieten. Ik zou zonder nadenken gewoon een keer schieten. Kijken wat er gebeurt. Ik doe dat ding maar de baan uit. Gewoon kijken. Stand andere partij 10-7 voor het team van Kees Kogi. Ja, ze kiezen er ook voor om te gaan schieten. Nou, is er gewoon niet. Nee. Het is niet de Edward die we kennen. De tweede partij die we hier gezien hebben van Edward was niet zoals Edward, zoals we Edward kennen. Deze ook nog niet. Terwijl Marco het punt nu wel overneemt. Marco speelt gewoon bijzonder goed. En nu is het toch aan Jeroen om... Dit is wat hij kan. Ja. En hij weet het voor elkaar te krijgen om dat te doen wat van hem gevraagd wordt op het moment dat het echt moet. Hey, dat is toch een heel erg pech, zeg. Pech. Dat is echt heel veel pech. Schiet de goede bal weg. Op zo'n manier dat hij precies die puntbal die Ed net probeerde weg te schieten klost. En nu hebben we alsnog de situatie die we eigenlijk wilden zien. Ja, om te kijken wat er van kwam. Twee ballen van allebei de teams eentje. Hebben we toch dit verhaal. Dan gaan we toch kijken wat er gebeurt. Ik vind het wel interessant. Team uit dieren wordt drie punten op de vloer. Precies. Voor het team van Vinken. Oh nee, twee. Ja. Twee balletjes vergalopperen en je bent de mijne kwijt. We gaan het zien, hè. Die ziet er vrij hard uit. Wijkt net af. Niet de punt in ieder geval. Nee, die bal van Marco is niet zo... Hij haalt er twee punten af. Dus je hebt nog één bal voordeel. Heb je nog de keuze om alsnog te schieten. Kies je ervoor om nog een keer te plaatsen. Ja, toch de moeilijkste weg. Ja, gek eigenlijk. Ze hebben toch twee om één, dus toch? De bal gaat het net niet halen. Dat denk ik ook niet. Maar die zal ook beter zijn dan die andere ja, twee. Ja, maar dan nog heb je doen als je nu schiet, liggen er gewoon weer twee punten voor het team van Theo. Dat bedoel ik. En dan moet Marco er maar weer bij zien te komen. Ja, precies. Maar hadden ze gewoon een bal eerder moeten schieten. Eén bal plaatsen, dat kan, want Tessan heeft er drie op de grond. Ja, als je dan voor punt schiet, precies. Dan moet je gewoon schieten. Ja. Maar misschien zien wij het nog niet helemaal goed. Dan schieten ze niet voor, schoten ze niet voor punt. Maar ja, ik zou niet weten op welke niet dan. Het heeft maar goed. Er wel alle schijn van. Even kijken, Jeroen maakt een aanstalte, hij gaat op zurken, dus het wordt een plaatsbal. Gek. Dat is toch niet goed? Nee. Gooit een hoge bal, springt over de bal van Peter heen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat is een bal die je niet kan spelen hier. Niet zo in ieder geval. Dan moet je hem nog veel hoger doen. Nou ja, Edward gaat ook plaatsen, dus er zullen twee balls beter zijn. Ja. En nou, denk ik dat hij uiterst rechts gaat plaatsen. Ja, binnenkant van die bal van Marker die ervoor ligt. Dus de veilige kant. Ja. Raak je het buurtje, dan ligt Mark er ook nog achter. Er kan eigenlijk niet zoveel fout gaan deze bal. Ja. En gooit hem er dan ook mooi. Rolt lang door. Stond nog even kijken of hij wel goed is. Binnen. Maar Marco zegt binnen. Deelt de handje klap uit. Dus, Nou, dan denk ik gelijk naar hele Marco en binnen. Je zou er iets van een zanger in een liedje van kunnen maken. Ja, precies. We gaan ook richting de kerst, dus dat mag dat allemaal weer. De stand wordt erbij. Dus 11-6. Nou, vreemd. Team van Puk. Ja, vreemde verloop. De laatste twee manners verlopen vreemd. Voor het team van dieren in ieder geval. Eén man gooien ze gewoon slecht. Plaats is gewoon beter verzorgd. En deze laatste man... Op het schieten. Winnen ze allebei niet echt. Nee. Waarvan Jeroen dan nog iets meer raakt als Edward. Ja. Maar ze winnen het gewoon echt op het plaatsen. Het lijkt net of we naar een Nederlandse patankpot zitten te kijken.
hè? Ja, hè? De beste pointeurs die winnen. Ik zie hier een wissel binnen het team van Theo. Peter gaat nu de eerste bal gooien. Ja, dat kan. Zou kunnen, ik weet niet precies. Ja, dan heb je in ieder geval punt mooi over. Nee. Dat klopt. Nou, Ed. Andere kant, puntje voor het team van Martin Bakker en Marcel Nieuwenhuizen. 10-8. 10-8. Mooi. En Richard Kroonen. Is 10-8 nog steeds in het voordeel van Kees Kogi, dat wel, maar het is spannend ook. Wordt veel geschoten. Je zou bijna Jelle erin doen. Ik denk dat Jelle er meer raakt. In ieder geval niet minder, toch? Nee, dat kan niet. Nee, dit is niet Edwards. Jammer. Anders hadden ze al lang gewonnen. Hey. De Mark heeft daar nu ook gewoon even een balletje last van. Denk ik. Nou, als het team van Theo nog wat wil, deze partij, dan is het deze man, hè, denk ik. Dan moeten ze nu vreselijk toeslaan. Marco heeft er nog 2, Edward 1. Nou, er komen er nog 2 in de buurt, normaal gesproken. Ja. Nou, die moet je even weghalen. Nou, dan heb je nog 2 of 3 bols over. Hoeveel hebben ze nog over dan? Ze hebben nu nog 5. Dan hebben ze nog 3 bols over. Dit is een mooie bal van Marco. Ja, die bal is perfect. Er kan van alles gebeuren met een schot. Ja, precies. Toch even kijken, wat ga je dan met die andere ballen doen? 11-6. Schiet je hem eraf, wat gebeurt er dan? Gewoon nog zoiets? Naar je eigen bal spelen of naar de bal van de tegenstander? Kijk, je kan ook nog 2 keer... 2 keer punt eraf schieten? 2 keer punt eraf schieten en dan verspelen ze misschien nog eens een keer een balletje. Dan valt de man er mee, hè? Nu... Marco heeft wel zin in mijn optie, geloof ik. Ja, dus mijn optie is ook schieten. Ja, mijn optie is plaatsen richting voorste bal of bal van de tegenstander. Ja, we gaan het zien. Ja. Kijk, dat krijg je dan, hè? Ja, dat is dus gewoon helemaal niet goed. Nee, maar ja, dat heb je als je gaat rommelen. Ja, maar het is gewoon te hard gespeeld. Dat begrijp ik niet. Ja, helemaal. Maar omdat je wat wil forceren, omdat je niet kiest voor heel simpel schieten, ga je ook wat forceren. Nou, blijkbaar ligt die achterste nog. Ja, hij zal op punt liggen. Maar gunstig is het niet. Nou, heel goed. Geen discussie bij Jeroen en Theo en Peter. Gewoon schieten. Het is geen slecht schot. Maar toch behoorlijk tekort. Deze moet wel raken. Hè? Theo moet zo voor het eerst moeten gaan schieten dan. Ja. Ook niet raak. Nou, die zat er behoorlijk naast. Dan gaan ze het toch wel weer weggeven. Ja, je voelt het een beetje aankomen. Jeroen al 4 mannen op rij 1-1. Eerste raak, tweede mis. En nu voor het eerst 2 keer mis. Het is echt heel zonde voor het team. Want dit was wel de kans gewoon om dichterbij te komen. Hey, ze hebben even goed. Ze hebben nu nog 3 bols in handen. Tom 1. Kan nog steeds. Als we die bal meespelen van hun of meetikken, je kunt er gewoon nog 4 maken. Ja. Maar dan moet dat 4 de moeilijke weg. Of de moeilijke rit. Kijk eens Peter, kijk. Oei. Ja, hij mist, hij is een goede bal, hè. Maar ja, heel goed gespeeld, met veel effect. Als hij zijn eigen bal net iets aantikt, liggen er gewoon alweer 2, hè. Ja, dat is waar. Ed heeft ook eigenlijk geen keuze meer om te schieten als die klos erin zit bij de pineut. Die voorste bal die kan nog steeds meegespeeld. Hoewel Theo linkshandig is, hè? Ja, dat maakt niet zo uit. Voor Theo is het moeilijker om mee te spelen. Ik bedoel, als we op dinsdag of donderdagavond bij Puk in deze situatie hebben, had Edward al langer blijven geschoten. Ja, maar ja, we zitten nu niet op donderdagavond bij Puk. Nee. We staan hier in de halve finale Masters staan we hier. Ja.
voorste bal schieten. Ja, dat is ook nog een optie. Ze gaan de voorste bal weer eraf knallen. Ja, nou. Ik denk dat dat het is, ja. Ik denk dat dat het plan gaat worden. Ja. Gaan het zien. Ja. Gewoon ja, keurig. Het publiek roept ja, keurig, maar ik weet gewoon dat ze de voorste wilden schieten. Precies, het was duidelijk het plan om de voorste te schieten. Gelukkig ontgaat ons dat niet. Nee. Edward moet er zelf ook kostelijk om lachen. Ja, en Marco ook. Het is net te lang, schiet hij die bal er clean af. Nou ja, dat is ook goed. Eens kijken of Theo er met links last van heb. Ja hoor, hij heeft er met links last van. Ik was er bang voor. En hij heeft er dermate last van. Dat hij Marco's ballenpunt tikt. Ja. Op dit moment 13 op de grond. 13 op de grond zelfs. Hoe kan je een man zo nog weggeven, jongens? Ongelooflijk. Gewoon door een vette misser van Edward die goed uitkomt. Ja, dat is heel simpel. Twee schoten mis van Jeroen en een zeepert van Theo. Ook. Ja, dat is gewoon... Ja, die gaat er dwars doorheen. Ja, probeert die bal. Ja, pak misschien die achterste punten nog af. Dan pak die achterste punten misschien nog af. Dat is Jeroen kijkt niet blij. Jeroen van der niet blij, nee. Jeroen van der blij. We gaan meten, nee. 1, dan. 12. 12-6. Maar sowieso al een wonder. Want het had gewoon 11-9, 11-10 moeten staan. Ja. Maar beide teams zullen niet met een blij gevoel deze mannen hebben verlaten. Nou ja. Er moet iemand punten krijgen. Het team van Puk zal er heel blij mee zijn, denk ik. Ja, kijk, ze zijn blij dat ze een puntje krijgen. Maar niet met het spel natuurlijk. Dat is natuurlijk... Nou. 12-6 voor team Vinkie. Laatste kansen van Van der Meer breken aan. Spelen we nog op tijd eigenlijk dit verhaal? Ja, nou, ik heb een fluit gehoord aan het begin van de partij, dus ik neem aan... Denk ik wel dan. Dus we zijn om 2 uur begonnen. Dat de La Flute ook weer... Dus dan hebben we nog 1:08. Dus ik gok dat dit de laatste reglementaire mannen gaat worden. Misschien nog 2. En daarna, na het fluitsignaal, in ieder geval nog 2. Het zal dus even afhankelijk zijn van hoe snel deze mannen gaat. Ik hoop dat de mannen zich dat ook een beetje realiseren. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk ook de schotklok voor. Opening van Mark een meter ervoor. Moeten te verbeteren zijn dan Peter. Die als enige een goede mannen gespeeld heeft vorige mannen. Na 3 mannen goed plaatsen van Mark toch ook eventjes nu weer 2 keer een opening die niet goed is. Nu krijgt team Vinken toch nog de punt. Ja, wonderbaarlijk. Twee keer een slechte opening erachteraan. Zo'n mislukte rommelbal van Mark eerst. En dan een mislukt schot van Edward erachteraan. En gewoon een punt hebben. Ja, het is bijzonder is het. En op een paar millimeter maar nog gewoon uit zijn. Ja, die is wel mooi. Goeie bal. Ja. Iedereen is overtuigd dat het punt overgenomen is. Ja, nu wel. Dus het wordt. Gaat Jeroen toch alsnog aanleggen voor het schot. Ook te strak in de grond, laat een beetje zijn kopje hangen nu. Ja, het moet toch gebeuren. Hij zal hem toch moeten raken. Nee, is nog zelfs nog voor de boot. Je ziet het een beetje gebeuren bij Jeroen. Je ziet het even niet meer lekker zitten. Nee, het begon redelijk hoor. Het voelt niet helemaal goed. Maak maar het blijvertje, maar daar. De feiten zijn vrij simpel. De eerste 3 manners, dacht ik, schiet hij 2 keer raak. Daarna schiet hij 4 manners, eerste raak, tweede mis. En nu 2 manners, 2 keer mis. Dus het wordt gewoon steeds net even een balletje minder. En dat is zonde. Het hoeft helemaal niet.
Dat is ook niet echt des Jeroens van de laatste tijd. Hij speelt gewoon hartstikke goed. Ook in de vorige beslissende barragepartij tot aan het einde toe tegen het team van Fatou. Gewoon goed schieten, goed raken. Wat we zo zijdelings gezien hebben. Eens kijken wat Peter gaat doen. Schot op de buurt of... Ik heb echt geen idee. Ja, ja dat duidelijk was, een schot op de buurt. Nou, het scheelde echt niet veel hoor. Kees Koogje gewonnen. Team van Koogje staat in de best of drie onderling tegen... Tegen het team van Martin en Marcel en Richard voor met 1-0. Ja, daar dit komt is op zich ook wel verrassend. Moet op punt. Ze schieten een keer op de buurt halverwege de mennen. Lukt niet. Theo speelt, is gewisseld, speelt milieu. En besluit om maar om nog twee keer te gaan plaatsen. Ja, dat is een beetje apart natuurlijk. Nou, maar goed, als je nog, ligt, is het goed natuurlijk. Maar als je nog iets goed wil maken. Heel veel boels. Rare hoge bogen erin allemaal. Twee identieke schoten van Edward. Een beetje links erachter. Ja, Marco die ramt hem er gewoon af. Nou ja, Bart. Twee om één. Marco ramt hem eraf, ben ik van overtuigd. Dat kan wel zo zijn, maar Theo heeft nog een bal toch? Ja. Marco nog twee. Als die klost. Ja, dat zie je maar. Raken gaat hij hem. Als die klos laat je ze misschien onnodig terugkomen op de 12-10. Kijk, die boel ligt er ook nog voor hè, van Mark. Oh ja, die is van Mark. Hè. Nou, dan is het nog wel oké. Hey. Nou, je schiet eigenlijk in het identieke gat ook. Ja. Apart. Drie ballen net links schuin erachter. Kijk wat ze nu beslissen. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij gaat gewoon nog een keer schieten. Nou, dat was eigen bal ook nog eens een keer. Peter die gaat spijt krijgen dat hij een keer op de buurt geschoten heeft. Dat scheelt weer een punt. Nou, het gaat zonder. Dat gaat gewoon. Wederom weer een hele bijzondere man, dames en heren. Ik weet niet wat ik meemaak hier. We zitten toch naar de Masters te kijken, of niet? Als ik hier als coach van de VK naar mijn eigen team zit te kijken op deze manier, dan had ik al een rolbroer te gehad, denk ik. Ik voorspelde net dat ze dus het team van Theo van der Meer onnodig terug laten komen in de wedstrijd tot 12-9. Of 12-10, zei ik. Nou, het is 12-9 geworden. Ik zat niet veel ver uit de buurt. Dat is wel een compleet ander scenario. Maar nu dient zich het scenario aan dat de tijd voorbij is en de buurt al gegooid is. Dus we krijgen nog drie manners. We krijgen drie manners, ja. Ja, tenzij team van Puk nog een manner weet te winnen. Maar. Ja, ja, uiteraard. Hè. Als we één punt pakken, dan is het ook klaar. Maar stel nou dat Marco die laatste gewoon had geplaatst. Hadden ze nooit drie gehaald. Was het 12-7 geweest. Maar goed. Ja. Als Marco die bal eruit schiet, hebben ze waarschijnlijk ook gewonnen. Zo is dat. Ja. Maar ja, wat is wijsheid? Goede opening. Man van Mark eindigt te kort. Ja, nu moet hij gewoon, raken. Mark hapert even, maar hij is niet slecht. Hij ligt ervoor. Deze bal die moet gewoon weg. Ja. Wat ik niet begrijp is... Kijk, als Mark minder gooit, dan komt Jelle er wel in. Ik had gewoon Jelle er gewoon ingezet voor Edward. Hij gooit niks. We zeiden het al een tijdje terug, hoor. Plaatsend deed hij het nog wel goed. Maar het is natuurlijk al gek als Edward als tireur zoveel ballen plaatst.
Dan moet je gewoon wisselen, dat is duidelijk. Ja, nee. Wissel dan in ieder geval in het team. Laat Marco een mannetje schieten. Neem het punt nu over en nu is het aan Jeroen of hij die vorige manager nog in zijn hoofd hebt of dat hij zich kan. Of dat hij de moed uitgeput hebt. Precies. Die drie punten. We gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd. Hij was behoorlijk ernaast. Nou, die is dan raak. Dan heb je 3-3, heb je eigenlijk weer dezelfde situatie. Ja. Zou je in principe weer kunnen schieten nu? Nou ja, twee, Marco heeft nog twee, hè? Ja, 3-3. Oh ja, Edward heeft natuurlijk nog. Die heeft maar één keer geschoten. Ja, dit is gewoon schieten. In principe is het gewoon schieten. Nou, zoals ik al voorspeld had, dat was het fluitsignaal. Dus fluitje. We krijgen nog max 2 manners hierna. Nou, die was er dan weer eindelijk raak. Schiet daarbij ook, dit houdt in dat er 3 bulls uit zijn van Team van Dieren. Kunnen sowieso nooit meer uit. Als Marco ze 2 schoten raakt, dan zijn ze verplicht om 3 keer op punt te gooien nog. Ja, dat statistisch gezien gaat dat gewoon niet gebeuren. Nee, maar goed, je moet ook 2 keer raken. Hè. Dat gebeurde vorige min ook niet. Nee. Dat is ook zo. Een rare stuiter, maar wel op punt. Ja. Ja, kijk, aan de andere kant, als je hem nu op punt krijgt, Theo heeft nog geen 1 keer geschoten. Hè? Ja, maar dat zegt niet zoveel. Hou ik nou gewoon lekker bij jezelf. Schiet die bal er maar af. En de laatste 2 plaatsen die wel weer goed op punt. Ik zou hem nu op punt gooien. Ja, weet je wat het is? Het is degene met die bols die mag in dit geval besluiten. In dit geval Marco. En ik kies voor plaatsen. Krijgt hij hem op punt dan. Kijk, is goed hè. Speelt hem zelfs keurig op 2. Dat is gewoon misschien wel de beste optie toch wel. Punt, ja hoor. Zeker als je het zo doet. Verplicht Theo tot plaatsen. De ruimte is klein met 1 bal. Ja, er moet gewoon een wonderbal komen van Theo. Goed, kan niet. Zeker. Dus voor de wedstrijd zou het wel leuk zijn. Oh, en mist de bal net. Mist de bal, speelt aan de verkeerde kant toch ook weer met zijn links. Probeert hem duidelijk op te zoeken, maar... Kijk, de buurt naar achteren, ja, ligt er ook niet. Het komt dat Edward daar nog met die halve karo ligt. Dan gaat Vinken denk ik toch winnen, ja? Met de gouden van Telkom. Nee, strook voorbij. Hierbij is de partij afgelopen. Hoeven we na de fluit geen 2 minutes meer te spelen. We hebben ze hem eigenlijk binnen de reguliere tijd net kunnen voltooien. 1-0 voor het team van Vinken. Maar het spel. Ai, ai, ai. Nee, het spel is nog niet goed. In ieder geval aan deze kant. We zien jullie zo meteen terug bij de tweede partij. Ik denk over een kwartiertje weer aanvangen met de tweede partij. Zien we u graag terug.